Welkom bij dit webinar van Tons Grisnecht over productbewaring en energiebesparen. Halverwege het bewaarseizoen hebben we gedacht om weer een webinar te organiseren waarbij we wat zaken willen toelichten over de afgelopen periode: De inschuren, de lastige oogstperiode. En we willen graag vooruitkijken naar de rest van het bewaarseizoen, waar we wat zaken en adviezen willen geven over hoe het verder gaat en over hoe we energie kunnen besparen in de bewaring. Het webinar hebben we opgedeeld in twee gedeeltes. Um, de eerste is met collega Huub Maanman, senior bewaaradviseur. En met collega Bob van die werkzaam is voor de afdeling Customer Service. Mijn naam is Jan van Moldegem. Um, we gaan dus in dit eerste gedeelte over de oogst hebben en de bewaring. Um, over het drogen en over hoe dat verlopen is. En daarna geven we wat tips um, daarover hoe het verder gaat. U kunt tijdens het webinar vragen stellen. Dat kunt u doen in het vakje naast het, uh, waar de uitzending op is. Daar kunnen vragen getypt worden, en uh, die proberen we te, te beantwoorden in, deze, in dit webinar. Als we daar niet naartoe komen, dan kunnen we daar later op terugkomen. Als we kijken um, naar de oogst uh, van 2023, naar die oogstperiode, dan hebben we heel veel in de krant gelezen. Um, en ik denk dat u, de meeste mensen dat ook zelf ervaren hebben. Het plantseizoen was natuurlijk laat, was moeilijk. De oogstperiode was heel lastig, maar ook tijdens het groeiseizoen was Vitoft een groot probleem. En dat hebben we allemaal teruggezien in de bewaring met rot. Uien met dikke nekken. En ja, we, zijn, we willen graag toelichten hoe dat in de bewaring verder gaat. Om een goede aftrap te geven voor deze toelichting, zouden we graag willen weten hoe de situatie bij u momenteel in de bewaring is. Daarvoor is er een poll uh, waarop u kunt antwoorden en ja, we hebben een aantal mogelijkheden gegeven. Misschien heeft u de boel onder controle, is er uh, geen probleem meer. Het is mogelijk dat uw aardappelen uh, nog wat lastig zijn, gezond te houden door rot. De uien zitten misschien wat hoog in NV of de schuur is al leeg. Dus als u nu invult kunnen wij zien wat er de zaken ervoor staan. Nou, bij de meeste mensen blijkt het boel goed onder controle zijn. Dat is natuurlijk een mooie... Uh, of de zaken zijn al afgeleverd. Aardappelen zijn nog wat lastig. Daar kunnen we dan mooi bij, uh, bij aanhaken. Um, in de bewaarplaats hebben we um, een aantal foto's gemaakt tijdens het bewaarseizoen. En um, ja, misschien uh, herkent u daar uh, iets van. Huub, um, jij bent ook op pad geweest. Um, je hebt ook dat, wat, dat soort situaties gezien. Wat kun je over de aardappelen zeggen? Hoe is dat verlopen in het algemeen? Nou, dat begon natuurlijk al in augustus met uh, de vitoftra, de aangetaste knollen, die begonnen te lekken in de, in de kisten of in de, in de bewaring in ieder geval. En uh, ja, toen was het vrij warm. Dus het was overdag 25 graden, s'nachts een keer 15 graden. Dus het was zeer lastig om, uh, om dat te drogen. Ja, en het beste is eigenlijk om die, die vitoftra knollen, aardappels, in ieder geval beneden de 18 graden te houden. Ja, en dat viel niet me mee. En um, ja, als ze als dan... Als je dan van die warme nachten hebt en uh, je kunt dan eigenlijk niet drogen, wat, wat, wat heb je de mensen geadviseerd? Hoe moesten ze dan doen? Nou, wat we geadviseerd hebben, we hebben natuurlijk dat uh, lekkend vocht van die notte knollen. En dan toch overdag met drogende buitenlucht, die als de lucht droog is, die uh, daarmee te proberen te in te blazen. Waardoor je verdamping krijgt van het vocht. Waardoor je toch je product in ieder geval op uh, koude temperaturen houdt. Of kouder, in ieder geval onder de 18 graden. Want als je het in ieder geval... Als je het ook boven de 18 graden gaat houden, dan voelen die bacteriën zich prettig. En dan krijg je alleen nog maar een sneller proces Of uitbreiding van, uh, van rot. Nou ja, dat wil je natuurlijk niet. Nee. Dus uh, ja, het blijkt dat het redelijk onder controle is. Er is, is ook in de, in de latere, in de niet-bio, zijn ook nog wel wat uh, uitbraken van opvitocht erachter geweest. Zien we dat ook terug in de bewaring? Ja, in mindere mate. Uh, wat daar vaak het geval was, was de natte omstandigheden. Dus uh, verstikking van de notte knollen. Dat zie je ook wel op dat plaatje. Uh, ook uh, heel veel grond in de, in de bewaring, waardoor je uh, eigenlijk slechte uh, luchtverdeling hebt. Of ook nog een keer verstikking dan in de kist. Dat ja. zag je ook wel. Er komt al een vraag binnen. Uh, iemand vraagt van: uh, ik, heb flink, uh, ik had flink rot in de partij, of ik heb flink rot in de partij. Wat moet ik doen om de komende maanden, dan, als er nog steeds in zit, om, om, ze, om, de, om dat goed te houden? Hoe zou ik dat aanpakken? Uh, nou, veel intern draaien. Zo probeer je dat vocht, wat, uh, of die lekkende vocht, te verspreiden over het droge gedeelte. Dus uh, om de drie uur en, uh, een half uur of zo. So, dus dat je toch regelmatig dat vocht gaat verdelen. En toch ook proberen, uh, ja, gewoon steeds controleren hoe, uh, hoeveel uh, lekkage je hebt. moet zorgen dat het rondom die rotte knol dat het droog blijft. En dat is toch blijven controleren en toch eventueel uh, misschien weer op droge zetten zodat je meer buitenlucht pakt en niet alleen maar op de temperatuur gaat uh, regelen. Ja precies, want als je dan op bewaren laat staan dan... Nou ja, dan is je natuurlijk omdat het vochtig is, uh, door de verdamping van het vocht is je zo op zijn uh, streeftemperatuur. En dan krijg je heel weinig draaiuren, waardoor je dat lekkende vocht niet uh, afvoert. Uh, mensen die uh, die partij hebben met rot, uh, wat voor temperaturen hebben die, die aardappels nu? Als je het over consumptie aardappels hebt. Ja, goed, die kun je toch op 9 graden zou ik ze bewaren, dus hoe warmer je bewaart, hoe meer kans je hebt dat je een goede buitlucht kunt pakken, hoe droger je ze kunt houden. Ja. Maar goed, dat betekent wel dat er snellere slijtage is, dus echt lang bewaren zou ik het zou ik niet aanbevelen. Nee, er zijn dan inderdaad wel, wel grenzen aan wat verstandig is. Precies, in, ja. ja. En um, is er een, eigenlijk een periode, hoe lang duurt dat de rotter van die vertoffer? is dat op een gegeven moment klaar of hoe... Vitoftra nou, is normaal gesproken duurt het 20 weken. Maar goed, 20 weken dat is bijna een half jaar. Dus dat is uh, best wel lang. Ja. Dus dat is nog niet klaar? Dat is nog niet klaar, nee. nee. En andere soorten rot gaan, gaan sneller? Gaan. Ja, ze zijn ja. agressiever vaak. Dat betekent dat je nog uh, meer droogcapaciteit moet hebben. Maar dat is, uh, dat is ongeveer 12 weken nat rot. Ja, okay. ja, en, um, en, en als je dan rot hebt, moet je dan continu drogen? Of, of hoe? Nee, het is wat ik zeg, het is uh, ja, blijven controleren. Je moet zorgen dat die uh, gewoon uh, graven, zeg maar 30 centimeter, 50 centimeter, even in de bult graven of in de kist en kijken of daar vrij, uh, vrij vocht is. En uh, dat kun je het beste verdelen door regelmatig interne te draaien, dus het vocht nogmaals te verdelen. Precies. En ja, goed, er komt weer een warmere week aan ook, zeg maar, met hogere temperatuur, dat zijn lastige. Dat zijn lastige weken. Ja. Dat was natuurlijk uh, half februari of begin februari hadden we het ook, dat was vrekt te warm. En dan is het heel lastig drogen. En dan uh, ja, moet je toch wat, in, of, uh, wat, aast, wat instellingen wat aanpassen, zodat hij wat meer buitenlucht pakt. Welke instellingen moet je dan aanpassen? Nou, bijvoorbeeld buiten ten opzichte van het product, die sta je, dan zet je normaal op 2 of 3 als het koud is, maar die zet je dan bijvoorbeeld op één. Dus als het buiten 1 graad kouder is als het product, dat hij dan in ieder geval buitenlucht gaat pakken. Ja. Dus gewoon inspelen op de, op de omstandigheden? Op om de omstandigheden, ja. Goed het weer in de gaten houden. Oké, okay, um, dat was denk ik over aardappels even genoeg. Uh, ja. Uien hebben we ja, vooral kwaliteitsdingen gezien, denk ik. Ja, dat was ook een, uh, nogal wat problemen. En vooral uh, die dikhals in het begin. Hè, dus dat je dat... Uh, er kwam zoveel vocht vrij, nog steeds eigenlijk. Daarvoor je eigenlijk, om echt een goede RV te houden in je product, moest je heel veel draaiuren maken. Want um, dat blijft, maar, die, door die dikhalsen, die, die hals die gaat niet dicht, dus er blijft heel veel vocht vrijkomen. Dus je moet elke keer dat vocht afvoeren, wil je een uh, fatsoenlijke RV hebben. En dan is waarschijnlijk laten staan op drogen ook een. Ja, ik adviseer meestal gewoon laat staan op drogen. En als je wat kouder wil maken, zet je gewoon de maximum buitentemperatuur naar beneden, zodat je toch wat een kouder product krijgt. Ja. Die uien zijn natuurlijk ja, die zijn moeilijk gegroeid, ik bedoel, een hele korte periode. Ja. Um, die, die zijn misschien qua houdbaarheid, is daar ook? Ja, ook daar zou ik uh, niet te lang mee wachten. Nee. Vooral uh, de fusarium die je hebt, uh, je denkt dat, uh, dat het meevalt, maar er komt toch elke keer fusarium uh, uh, ui bij die je in het begin niet gezien hebt. Er komt weer een vraag binnen, misschien is die wel leuk om niet te behandelen. De, de vraag is van, betekent een hoge relatieve vochtigheid in de bewaarperiode dat er in de droogperiode in het begin dus te weinig is geventileerd? Dat kan, dat kan. Dus uh, je ziet wel, dus als je in het begin het uh, goed aanpakt. Dus dat je echt, uh, zorgt dat die RV rond uh, de 70, 65% is. En dat hou je gewoon een paar weken zo. Dan heb je het hele seizoen profijt van. Dat is wel een, uh, een voordeel. Maar goed, het kan natuurlijk ook in de ui zelf liggen natuurlijk. Hè? Dus als je, als je dikhalzen hebt, ja, dan uh, die heb je nog zomaar niet uh, weggedraaid. En fusarium ook niet. En dat kost gewoon tijd. Dat kost gewoon tijd. Als je het al wegkrijgt. Als je het al wegkrijgt, uh. exact. Oké, okay. um, we zien op de foto, uh, nou goed, op de aardappels dat lijkt onder controle, is, is zo'n zo foto in de uienbewaring. Ja, als die uien, ja, qua kleur is het weg natuurlijk. Ja. Je kunt ze nog wat droog krijgen, daar niet van, maar de kleur is er wel af. Het zijn misschien partijen die ook nog heel laat binnengereden zijn uh, in koude natte nat, op in Ja, als het koud is, dan is dat natuurlijk ook, ook altijd een probleem. Want uh, ja, dus, koude lucht bevat al weinig vocht en dan moet je eigenlijk eerst je product weer wat opwarmen. Wil je weer uh, kunnen drogen. Dus dan een kachel zou echt uh, van aan te bevullen zijn. Ook bij die aardappels. Ja, de kachel is dan eigenlijk onmisbaar. Ja, absoluut. Ja. Um, ja, we hebben eigenlijk um, best wel een aantal dingen ook weer geleerd die we misschien ook al wisten. Maar misschien nog goed om een keer te noemen van um, wat, wat, wat de lessen zijn uh, die we geleerd hebben. Kun je deze met ons doornemen? Um, de eerste is bijvoorbeeld wat koud binnenkomt. Dat blijft koud en is moeilijk droog te krijgen. Hoe? Dat klopt, ja, dan kom je natuurlijk weer uh, met het gramme water verhaal. Er zit heel weinig vocht in de lucht en uh, waardoor je een heel weinig uh, droogte effect kunt creëren. Dus wat je zou kunnen doen, of zou doen, is gewoon het product opwarmen naar een, uh, zeg maar 5 graden boven, je, uh, boven de gemiddelde temperatuur. Als je over uien praat kun je het rustig naar 15 graden brengen. En dan uh, als het buiten 10 is kun je dat natuurlijk heel goed drogen. Maar ook die aardappels die bijvoorbeeld nog in december gerooid zijn. Ja, die zou ik niet meer naar 15 graden brengen. Die zou ik zeg maar op 12 graden gaan, gaan drogen. Zodat ze ook niet echt helemaal weer in de stress komen. Dus die zou ik niet te warm maken. Met 12 graden kun je prima drogen. En dan heb je ook nog een beetje wondheling? Heb je ook nog een beetje wondheling, ja. In ieder geval boven de, daarom boven de, rond de 12 graden. Ga je onder de 10 zitten. Dan heb je weer geen wondheling. Dus dan blijft het maar vocht afgeven, die product. Ja. Het tweede uh, ding wat we geleerd hebben, zorg dat de temperaturen zo snel mogelijk gelijk zijn. Ja, ja dan, uh, ten eerste heb je dan uh, geen condens, hè? dus je hebt uh, gelijke temperaturen. Uh, je hebt een uitgangspunt waar je vanuit moet gaan. Uh, en dan uh, weet je zeker dus als je, uh, dat je altijd droog bezig bent als je het gelijk bezig, uh, gelijke temperaturen hebt. Maar ik kan me voorstellen in sommige gevallen, als je ergens in een plaats meer grond hebt, uh, in, in, een, in een bewaarplaats, dat het lastig is om die temperaturen gelijk te krijgen. Nou ja, goed, zorg voor in ieder geval dat je niet meer als uh, een half tot één graad temperatuurschil hebt. Dus uh, ga dan intern draaien om dat homogeen te maken. Ja, oké. Okay. Dat is altijd de basis. Ja. We hebben ook weer geleerd dat uh, een kachel uh, opge voor opgewarmde buitenlucht onmisbaar is om, om snel te drogen, om überhaupt te drogen, denk ik. Absoluut. Ja. Helemaal dit jaar natuurlijk. Ja. Zo zien. Uh... Uh, in januari hebben we temperaturen gezien van uh, net boven het vriespunt. wanneer er aardappels binnenkwamen. En uh, nou, zonder kachels uh, had je geen zijn vakantie natuurlijk. Nee. nee. Nou ja, maar goed, het nadeel bijvoorbeeld was uh, met augustus, waar we het begin al over hadden. is dat het buiten ook gewoon warm was. Ja, en dan kun je eigenlijk niet zoveel met de kachel. En dat is dan uh, verrekte lastig. Ja. Maar gewoon altijd een kacheltje stand-by hebben staan. Stand ja. Ja. Nou, ja. Dat is wel wat we geleerd hebben. Nou, um, dagelijks controleren wat er gebeurt. Uh, heb jij misschien ook uh, wel, wel gezien en gehoord? Om, hoe, hoe pakken mensen dat aan? Wat is een tip? Zeker. Uh, met name dit jaar uh, had de bewaring natuurlijk veel aandacht nodig. Um, en daar, uh, daarin is, uh, is de Visitron, onze bewaarcomputer, een, uh, een heel goed hulpmiddel. Um, Waar precies laat zien wanneer de temperatuur daalt, wanneer de RV daalt, uh, wat het droogende effect daarvan is. Oké. Okay, um dus er komt nog een vraag aan, die gaat dan over uien. Die kunnen we misschien wel even behandelen. Vier weken en RV van 70% in de droogperiode. Betekent dat haast elke dag met de kachel? Kan jij daar wat van zeggen, Huub? Uh, dat hoeft niet per se. Dat is natuurlijk afhankelijk van wat is de buitentemperatuur. Eigenlijk uh, kun je de computer wel dusdanig instellen dus dat, je, dat je minder met die kachel aan de gang kan. Je kunt tegenwoordig ook zeggen, van, als je het wel met de kachel wilt doen, dus dat je die op een minimale stand zet, zodat je niet te veel uh, gas verstookt. Dat is ook een optie. Ja. Maar uh, waar nodig is, is nodig. Maar het is, uh, zeg maar dat je, in, als je hem twee weken op 70% hebt. dan zie je dat je met een paar uur per dag al uh, heel wat kunt doen hoor. Ja, dan kun je al afbouwen. Kun je al heel wat afbouwen, vooral met een kachel. Ik ja. zat zonder kachel en dan zie je gauw genoeg als die SW te snel stijgt. ja, ze doen dan er allemaal een kachel er weer bij. Ja. Zo is een beetje spelen. Precies. Kijk, uh, wat het product nodig heeft, dat zie je uit de meetwaarde die je. Uh... Abs absoluut. Ja. Ja. Houd het product op temperatuur. Kun jij daarop reageren, Bob? Um, nou ja, wanneer het product te koud is, dan uh, heb je minder uh, droogmogelijkheden. Um, daarom is het van belang dat je, uh, zeker in die koude periode, wanneer er nog aardappels gerooid zijn, dat, uh, dat je zorgt dat het product op temperatuur blijft. En uh, wat ik net ook aangaf, dat was uh, eigenlijk alleen mogelijk met de kachel. Hoog, maar droog. Hè? Ja, awesome. precies. Start. Er komt er nog een vraag binnen, uh, iemand zegt van, heb je deze problemen, of deze problemen, Moeilijke dingen, ook met condensdrogen. Kun je dan. Is het dan makkelijker? Nou, in principe wel. Kijk, met condensdrogen kun je natuurlijk. alle minuut van de dag. Uh, kun je drogen. Als de buitenomstandigheden niet gunstig zijn, dan kun je wel drogen. Dus je hebt gewoon. Uh, ja, 24 uur per dag kun je drogen. En dat is echt een voordeel. Dat zou zelfs ook voor aardappels met rot. Ook voor aardappels, ja, absoluut. Ja. Als je met aardappels hebt, dan kun je natuurlijk. Uh, wat ik net zei, als het buiten zo warm is. Uh, dus het product is uh, 17, 18 graden. buiten 25. 80%, dan kun je natuurlijk niet meer buiten ventileren. Dus dan kun je met condensdrogen wel door blijven drogen. Maar goed, dan moet je die mogelijkheid uh, maar net hebben. Moet je wel dat uh, installatie hebben, ja. ja, ja. ja. Nou, misschien uh, een van de laatste dingen die we geleerd hebben. Neem op tijd afscheid van slechte partijen. Uh, nou, je ziet op ja. de foto, zie je ook een, een, een ui met een, met een dikke hals. Dat is natuurlijk wel iets bijzonders van dit jaar. Ja. Nou goed, als je op de foto kijkt, die, uh, die dikhals lijkt uh, in uh, ja, oktober, november best wel goed. Maar als je nou gaat opensnijden, dan is het gewoon helemaal wit van binnen. Is gewoon echt, uh, daar is niks van over. Dat vocht is gewoon helemaal uitgelopen. Dat is gewoon echt <coughs> een grotere. Dus dat is inderdaad ook een zaak voor controleren wat die dikke uien doen. Ja. En, uh, snijden? Snijden, ja. Oké, okay, nou ja, we hopen natuurlijk dat we volgend jaar niet weer zo'n. Uh... Niet hopen, nee. Niet, uh, niet okay. weer zo'n jaar meemaken. Maar... maar het is toch weer nat, dus laten we hopen dat we weer sneller het uh, land op kunnen. Ja, oké, okay, bedankt. Um, Bob, um, jij bent uh, hier ook aanwezig um, als, als medewerker van de Customer Service Afdeling. Die is van het jaar nieuw. Ja. Um, waarom is die afdeling opgericht? Uh, nou, we hebben natuurlijk een grote groep uh, vertegenwoordigers op de weg. die uh, actief bewaaradvies geven bij klanten. Um, om het toch kort op te blijven zitten, is het, uh, wordt het eigenlijk gewoon wat te veel. Um, en uh, daarom hebben we eigenlijk onze TOLSMALERT monitoring service in het leven geroepen. Um, om op die manier proactief um, bewaaradvies te blijven geven, advies op instellingen. En um, wij kunnen natuurlijk ten alle tijde inloggen wanneer er om gevraagd wordt. Dus... Ik zie een plaatje met de, jullie zitten achter de computer. Doe je dat helemaal online? Ja, wij hebben een online platform waar we eigenlijk alle parameters uh, in de gaten kunnen houden. Temperaturen, Rv uh, en de prestaties van de machine zelf. Um, en wanneer uh, wij een, uh, een, uh, een raar algoritme zien, uh, nemen we altijd contacten met de klant. Oké, okay. hoe, uh, hoe gaat dat dan in zijn werk? Als iemand dat besluit dan besluit, die wil daar graag begeleiding bij hebben via, via die alertservice. Hoe, hoe start zoiets op? Hoe doe je dat? Tijdens de droogfase, uh, net na de oost, komen wij uh, altijd fysiek langs op de boerderij. Uh, beoordelen we het product uh, om te zorgen dat we een goede basis hebben... Uh, voor een, uh, lange, ja, ...om het uh, product uh, kwalitatief lang te kunnen bewaren. Um, vervolgens komen we tijdens het, uh, het bewaarseizoen nog een keer langs natuurlijk... ...om te kijken uh, hoe, het, hoe het erbij ligt. Um, vervolgens sturen wij ook iedere week een uh, bewaarrapportage je de draaien ziet de temperatuur en eigenlijk alle parameters die van belang zijn. Um, en wij hebben altijd nauw contact met de klant um, om te zien hoe het gaat en um, uh, adviseren waar nodig. Dus dat is iets, uh, die extra rapportage, dat zien we op de volgende afbeelding. Um, dat is iets wat je, wat je niet normaal in je klimaatcomputer ziet? Nee, dit is, uh, dit is op, een, op een, ja, ons eigen online platform, wat we nou, in een zevendaagse periode. Bij elkaar verzamelen. Hier kun je perfect zien wat in dit beeld wat de acties zijn geweest wanneer die buitenlucht heeft gepakt. Misschien in sommige momenten juist te weinig, waarop wij adviseren van nou, misschien moet de buitentemperatuur ten opzichte van producttemperatuur aangepast worden om efficiënter te draaien. Daar kijken we natuurlijk ook naar. Om, ja, om uiteindelijk het, maar uiteindelijk blijft het natuurlijk wel het productkwaliteit de rode draad. Um, hoe zijn de reacties van, uh, van klanten hierop? Kun je een voorbeeld noemen van iemand die... Ja, <coughs> um, klanten geven aan dat het toch een soort van uh, een geruststelling is dat er iemand over je schouder meekijkt. Um, uh, dat, dat er eigenlijk een dubbelcheck check is geweest op, uh, op, uh, op wat er ingesteld is. Um, kijk, de physical control is natuurlijk een, een, een uh, hele intelligente computer, maar die moet wel uh, op een goede manier ingesteld worden. Uh, om, om, om er uiteindelijk alles uit te halen. Um, en daar helpen wij mee en um, zorgen eigenlijk voor een uh, gerust gevoel bij, uh, bij de gebruiker daarvan. Ja, precies. Um, ja, mocht u meer willen weten over deze service, dan uh, kunt u ook uh, de folder downloaden in, uh, in dit vakje van de chat. Um, ja, we hebben een beetje teruggekeken, uh, we hebben iets gehoord over, uh, over begeleiding, maar um, ja, hoe gaan we verder de rest van het bewaarseizoen? Um, kun je daar wat tips voor geven, Huub? Nou ja, goed. Uh, wordt het wordt natuurlijk buiten weer warmer. Dus uh, zorg er in ieder geval daarvoor dus dat je. blijft je uh, bewaarcomputer in, uh, controleren instellingen. Dus bijvoorbeeld wat we net al eerder zeiden. buiten ten opzichte van het product iets kleiner zetten, Zodat die uh, eerder met buitenlucht kan ventileren. Dit vooral op de CO2. Uh, want het wordt natuurlijk buiten warm. Dus zal, uh, ja, kan natuurlijk dat, de CO2 kan sneller oplopen. Uh, wat we vaak ook veel adviseren. Is om, om overdag. Gewoon uh, niet te ventileren. Uh, ja, of je moet uh, koeling hebben. Maar goed, als je geen koeling hebt. Want als je dan intent gaat ventileren. dan pakt hij de warmte van het dak mee. En dat warmte die stop je weer in het product. Kun je beter helemaal niks doen. En gewoon uh, s'nachts gaan ventileren. wanneer het uh, afgekoeld is. Ja. En dan ook niet te snel terugkoelen. Als stel je voor dat het uh, product een uh, graad is opgelopen. en uh, er komt een koude nacht aan. Dat je niet in één keer helemaal terug gaat koelen naar, uh, naar 7 graden of zo. Want dan uh, gaan die, uh, die aardappels verzuikeren en dan bakken ze weer niet. Dus let daar ook op: dat je niet te snel terugkoelt. Ja, en wanneer je in het besmissen van uh, EC-ventilatoren zit er ook uh, wat CO2-verversing betreft, een mooie afzuigfunctie op natuurlijk. Ja. Dus dan kunnen we de ventilatoren uh, andersom laten draaien. Uh, CO2 uh, bevindt zich na namelijk op de grond. Um, waardoor de uh, verversactie veel sneller is. En uh, we zorgen dat uh, uh, wellicht warmere buitentemperatuur zo min mogelijk de ruimte in komt. Ja, precies. Ja. Um, de, de situatie rondom kieming en zo nu in de bewaring, je, heb je daar ervaring mee? Hoe is, is het kiemlustig of valt het wel mee? Uh, het is wel, uh, wel kiemlustig. Ja. Ja? Het heeft natuurlijk veel slijtage door het veel ventileren. Dus het is uh, wel kiemlustig. Ja. Dus het houdt dat ook in de gaten, vooral uh, met het uh, toedienen van uh, kiemremingsmiddelen dat je dat wel uh, aandacht ophoudt. Aandacht ja. op ja. Oké. Okay. Um, ja dan zijn we. Oh, dus is nog een vraag binnengekomen. Iemand vraagt van: zijn er kosten verbonden aan deze service? Dat gaat over de over de customer service. Uh. Ja, kijk, er zit natuurlijk een heel team van uh, bewaarspecialisten online mee te kijken. Um, uh, het, de kosten zijn afhankelijk van uh, de bedrijfsgrootte uiteraard. Uh, maar normaal gesproken. Een bewaarplaats, ja, ja. ja aantal ja. bewaarplaatsen. Uh, maar de gemiddelde kosten per jaar liggen rond de 1000 euro. Oké, okay. en daar krijgt hij dan die extra begeleiding en tips en adviezen voor? Ja. Juist, proactieve begeleiding. Uh, en wanneer er ook maar iets uh, nou ja, opvalt aan de bewaring, dan uh, nemen we contact op. Um, of we gaan er naartoe ja. en begeleiden ze. Juist, ja. ja. Iemand vraagt nog: van, uh, past dit systeem ook op mijn oude bewaarcomputer? Uh, ja. Nee, dat helaas niet. Uh, we moeten namelijk wel de online verbinding hebben. Um, maar um, ja, die is gelukkig wel relatief makkelijk om te bouwen naar, naar de, naar de uh, uh, meest nieuwe versie. Dus uh, er zijn uiteindelijk wel mogelijkheden voor. En wat is oud, hè? Ja, ja. <laughs> ja, ja. ja. Maar goed, het gaat erom dat jullie online kunnen kijken van ja. wat de meetwaar doen en dat analyseren. Dat juist, is, uh, ja, juist. ja, precies. Anderzijds hebben wij ook uh, um, vormen van, van uh, nou onze, onze alertservice uh, in, in, ja, in een offline manier. Waardoor we um, een aantal keren per jaar langskomen. Um. Okay, er zijn alternatieven voor. Juist. Ja. Ja. Okay. Er is nog een vraag binnengekomen: van, uh, dat gaat meer over de tips voor de rest van het bewaarseizoen. Hoe groot mag de maximale afkoeling per dag zijn? Ja, ik zou niet meer dan uh, 0,7, 0,8 naar nou, beneden koelen op één nacht. Oké. Per dag, zeg maar. Ja, ik kan natuurlijk op een gegeven moment achter gaan lopen. Omdat Precies, die, ja. dat klopt. Ja. En als je dan uh, anderhalf graad gaat doen, dan uh, zie je dus dat je, dat je verzuikering krijgt, waardoor de bakkwaliteit gewoon uh, een uh, heel net gedaald is. Ja. Er is nog weer een vraag binnengekomen. Als je eenmalige vraag hebt, kun je dan ook bij de service aankloppen, bij de Customer Service. Uiteraard. <laughs> ook en daar zijn geen kosten aan verbonden. Nou, goed, dus, helemaal uh, goed, geen zorgen. Dan zijn we denk ik aan het einde van het eerste deel um, van, uh, van dit webinar. hebben de ...praktische dingen gehad. Dan gaan we zo meteen verder met het verhaal over energie. Um, en als tussenfilmpje laten we nog uh, wat praktische tips van collega Arjan zien... ...die in de bewaarplaats staat en iets vertelt over, um, ja, over de warme nachten in het voorjaar... ...hoe je daarmee om moet gaan. Als u niet de beschikking heeft over een mechanische koeling... ...zult u in het voorjaar afhankelijk zijn van koude nachten. Heel vaak wordt er gekozen om in een koude nacht de aardappelen... Zomaar een graad tot anderhalve graad terug te koelen. Dit is echter niet verstandig, omdat de aardappelen daarvan uh, qua bakkwaliteit zeker niet beteren. De onderste aardappelen worden veel kouder, dus je krijgt temperatuurverschillen in je hoop. En daarnaast kun je er beter voor kiezen om op een iets hogere temperatuur te gaan zitten. Want iets wat je snel koud maakt, loopt vaak ook weer iets sneller terug op. Dus kies er op dat moment voor om een iets hogere bewaartemperatuur na te streven, of als je een koude nacht hebt. Eerst bijvoorbeeld 0,4, 0,5 graden in te koelen, dan intern te draaien om de temperatuur door je hoop te verdelen. En dan weer bijvoorbeeld een 0,4 graden terug te koelen, in de tweede helft van dit webinar um, gaan we een aantal zaken rondom energie uh, bespreken. Um, dat doen we met collega Paul den de die ook bewaaradviseur is, en met collega uh, Bart Hogeveen. We hadden oorspronkelijk hier medewerking van Scholt Energy um, gekregen. Alleen helaas is die verhinderd door ziekte. Dus uh, Bart is bereid gevonden om, um, om in deze plaats uh, een aantal zaken erover te zeggen. Bart werkt bij de RD-afdeling, dus die is daar ook zeker van op de hoogte. Um, als inleiding um, ja, weer een aantal um, koppen uit, uit de bladen. Um, iedereen kent ze wel. Um, de, het stroomnetwerk zit vol. Het kaartje met uh, waar alles rood is in Nederland is bekend. Uh, onlangs nog een uh, stemming geweest in de, in de Kamer over um, uh, de salderingsregeling, ook voor consumenten. Ja, het is een moeilijk verhaal met energie. Een um, aantal mensen wachten op net, netverzwaring, die kunnen niet uitbreiden of die kunnen niet terugleveren met de zonnepanelen. Dus um, het is een, zeker een actueel onderwerp. Um, om dit um, een beetje te duiden, um, hoe, wat er precies aan de hand is in, in, die, in de wereld van energie, uh, willen we iets. Vertellen, iets uitleggen over hoe, hoe zich dat zich ontwikkelt. En Bart, um, kun jij er iets over toelichten hoe die, die energiemarkt in Nederland um, hoe dat loopt? Als je kijkt naar, naar, naar vroeger, of eigenlijk hoe het eerst was, had je gewoon een vast contract met uh, een vast, vaste prijs voor je elektriciteit en je gas. En dat nam je gewoon af van de energiemarkt of van je energieleverancier. Um, de transitie is nu steeds meer gekomen naar eigen energiebronnen, dus zonnepanelen op het dak, uh, eventueel een windmolen. En groen gas en groen, groene elektriciteit die je inkoopt bij, de, bij je leverancier, dat is nu normaal goed. Uh, we maken nu langzamerhand de transitie, omdat die groene energie een bepaalde druk uitoefent op de markt, uh, naar een flexibele diensten. Flexibele diensten, dat houdt in dat er veel fluctuatie komt doordat ze nu en dan de zon schijnt en ze nu en dan de winter is. Er is geen continu aanbod van de energie en daardoor worden er steeds meer... Steeds grotere verschillen in de energieprijzen over de dag en over de verschillende tijdstippen in het jaar. En dat maakt het ingewikkeld. Ja. ja. <clears throat> um, maak jij dat ook mee? Hoor je dat bij klanten ook? Uh, hoor je daar ook dingen over? Dat in de praktijk dat het lastig is? Ja, de, de bedrijven worden steeds groter en uh, dat betekent dat ook op, op verschillende plekken het aantal bedrijven wordt eigenlijk minder. Uh, dat op die plekken waar die bedrijven blijven dat daar steeds meer stroom nodig is. En um, ja, Bart geeft het ook wel aan. Er zijn een hoop die zonnepanelen hebben of eventueel een windmolen. Maar ja, die, dat is vaak op de verkeerde momenten dat dat opgewekt wordt en dat je dit stroom nodig hebt. Ja, precies. Dit is een actueel onderwerp. Um, ja, we weten mm. allemaal denk ik nog uh, dat de energie een aantal jaren geleden ineens een, de prijs enorm omhoog ging. Um, daar hebben we ook een overzichtje van. Uh, even een terugblik. Um, er is nu weer iets meer stabiliteit. Uh, Bart, kun jij daar wat over zeggen hoe dat, uh, hoe dat in elkaar zit? Nou ja, die stabiliteit... Stabiliteit was er heel veel jaren uh, tot eigenlijk 2022. Iedereen weet nog wel dat Rusland toen Oekraïne binnenviel en daarna uh, daarop volgend er een boycott kwam op Russisch gas. Dat heeft een hele hoge piek veroorzaakt in uh, de stroomprijs en de energieprijs, omdat we voornamelijk afhankelijk zijn van dit gas, ook voor onze elektriciteit. We zien nu dat uh, met de komst van Noors gas en LNG dat het steeds uh, verder stabiliseert, echter wat we wel. ...weten ook van dat uh, Noorse gas en LNG dat, dat dit wat duurder is. Dus dat de energieprijzen uh, na verwachting langere tijd... ...wat op een hoger niveau komen te liggen dan we voor 2022 gewend waren. Maar als we naar de grafiek kijken, dan is die <coughs> alweer redelijk terug uh, bij wat die was, gelukkig. <coughs> ja, er zit nog een aantal, uh, volgens mij ongeveer een cent verschil in. Is zat altijd gemiddeld rond de 5, 4, 5 cent per jaar op langjarig gemiddeld. We zitten nu ongeveer op 6, 7 cent... Maar wel met grote pieken en dalen. En met een kleine verstoring ergens in de energiemarkt op, op de hele wereld. Want we zijn afhankelijk van de hele wereld. Kan die zomer ineens weer omhoog schieten? Ja, ja de, de fluctuatie is groter. Maar het gemiddelde is gelukkig weer een beetje, een beetje terug. Ja. Um, dit plaatje zagen we een, een overzicht van he, de, de gemiddelde prijs. Uh, maar ja, we hebben tegenwoordig ook dagmarktprijzen. Um, kun, je, kun je daar iets over leggen, uitleggen hoe dat werkt? Ja, we zien nu een uh, plaatje op het beeld. Uh, dat is een overzicht van 2022 en 2023. Je ziet daar de verschillende, uh, verschillende maanden uh, bovenlangs staan. En uh, naar beneden de verschillende uren op de dag. Wat er heel erg opvalt, zijn de, de groene kleuren. Dat zijn de lagere prijzen. En de rode kleuren zijn de hogere prijzen. Dat er eigenlijk een patroon in zit. S morgens en uh, uh, aan het einde van de avond is het relatief laag. Dat zijn de oude DAL-tarieven uh, die in... Oude structuren ook verwerkt zaten. Maar er is een nieuwe periode bijgekomen. Eigenlijk midden op de dag, midden in de zomer. Waar natuurlijk heel veel zonne-energie beschikbaar is. Waar het ook goedkoper is en waar de prijzen soms zelfs negatief zijn. Een groot verschil tussen 2022 en 2023 is dat 2022 een stuk duurder was dan 2023. De prijzen zijn er een stuk hoger. Maar wat je in 2023 ziet, is dat de negatieve prijzen. ...in uh, de maanden waar veel zon is, juni, juli, augustus, uh, veel, veel meer negatief uh, aantwoorden zijn... ...door de toenemende hoeveelheid zonnepanelen die de mensen hebben liggen en de toename van uh, windenergie. En als we dat in, in even vertalen naar de, naar de bewaarplaats, in de zomer goedkoper, ja. dan is de bewaarplaats leeg? dan is de bewaarplaats leeg. Dus het, het plaatje ziet er uh, heel leuk uit... Uh, je zult in de zomer overdag je bewaring aan moeten zetten, maar dan zit er natuurlijk geen product meer in. Als het geld oplevert, dan moet je dat doen, of niet? Als het geld oplevert, zul je dat kunnen doen, maar dat moet je wel een beetje in perspectief zien. Je zet dan op dat moment ook je apparatuur aan, waar je afschrijving voor hebt. En apparatuur is in zoverre zo, het heeft een aantal a meestal, hoe lang het meegaat maar daarnaast ook een aantal startstops wat het uh, heeft, het heeft een uh, gewoon gloeilampje heeft het, maar elke apparaat op elektriciteit heeft dat, het heeft een x aantal draaiuren, bijvoorbeeld 10.000 draaiuren dat is mee kan gaan en 2.000 startstops. En hoe vaker je hem aan gaat zetten voor dit soort zaken ook, hoe, hoe eerder je bij het einde van je levensduur bent van je ja. um, apparaat. Maar dat is natuurlijk een afweging die je maakt met hoe veel je daar op kunt uh, ja. Ja, uh, zijn mogelijkheden. Opweven. Ja, oké. Okay. Het is wel echt een heel veelgestelde vraag langs de weg. Dus wat is dan het verschil? Wat is het kantelpunt? Hoe negatief moet die prijs zijn, bijvoorbeeld? En de verwachting is eigenlijk ook wel dat die negatieve stroomprijzen dat het aantal uren op jaarbasis nog wel fors gaat stijgen. Dus dat is. Was... Dat is Z zeker een zullen vraag. Zullen we eens even aan de, aan de, aan de kijkers vragen uh, hoe, hoe hun de situatie nu op hun bedrijf zien. We hebben weer een, een poll uh, in, de, in de chat uh, waar jullie op kunnen antwoorden. De vraag is dus eigenlijk de energievoorziening, uh, de energiekosten op mijn bedrijf. Hoe staat dat ervoor? Uh, zie je het als een flinke kostenpost? Uh, de aansluiting is begint te krap. Ik wacht op een nieuwe aansluiting. Nou, ik zit uh, ruim in de energie. Dat is allemaal prima. Ik wil graag mijn eigen zelfopgewekte energie beter benutten of uh, het is in balans. Uh, uw antwoord in en dan kunnen we kijken. Daar komt er eentje heel duidelijk uit. Er zijn dus heel wat zonnepanelen en misschien wel windmolens waarbij mensen dus zeggen van ik wil graag mijn zelfopgewekte energie beter benutten. Die is heel duidelijk. Er zijn ook mensen die nog wat duur vinden. Maar die is wel heel erg duidelijk. Herken jij dat beeld ook Paul in de praktijk? Dat dat vooral de vraag is van uh, ik wil mijn eigen energie beter benutten. Ja, want er zijn, uh, nou, dat is al benoemd, maar er zijn een hoop die zonnepanelen hebben kunnen leggen. Uh, ook forse aantallen. Uh, dat is vandaag de dag al een stuk lastiger. Hè? De, eigenlijk is het hele stroomaansluitingen is überhaupt een heel lastig uh, item op dit moment. Mensen die willen verzwaren of, uh, nou, of meer stroom willen verbruiken binnen hun bestaande aansluitingen. Dus een uh, hoger gecontracteerd vermogen. Uh, dat geldt zowel voor de afnamekant als voor de terugleveren. Nou ja, dus, dus die, het gevolg is dat de energie die, die teruggeleverd wordt, heel vaak dus op de verkeerde momenten, de, levert relatief weinig op. De, de, het verschilt wel eens wat. Er zijn wel eens mensen met uh, vaste contracten, maar toch uh, nou, heel vaak is het teruglevercontract contract lang zo interessant niet. Dus aan uh, het einde van de rit is het altijd het beste of het mooiste om zoveel mogelijk van die energie zelf te gebruiken. Nou, daar proberen we ze ook zoveel mogelijk in te helpen, want uh, natuurlijk zit je met dag en nacht en uh, met temperatuur uh, waar wij aan gebonden zijn in heel veel gevallen, maar. Er zijn wel best wel, en die komen eigenlijk ook meer, situaties dat je nou, eventueel met mechanische koeling werkt. Dus klanten die mechanische koeling hebben, daar kunnen we toch iets meer sturen in. Wanneer gaan we nou eigenlijk draaien? En er zijn ook wel installaties nu waar we metingen uitvoeren. Dat op het moment dat er een x-aantal kilowatts teruggeleverd wordt, het net op. Dat we dan juist signaal naar die koelinstallatie geven. Dat we zeggen, we gaan eigenlijk de temperatuur in die cel verlagen. Zodat je eigenlijk je cel als een batterij gaat gebruiken. Nou, ik weet zeker, een batterij is natuurlijk fantastisch. Uh, er is eigenlijk een heel veel gehoord woord op dit moment. Een batterij voor stroom. Nou, wij zien dat iets anders. Wij proberen dat juist in de bewaring uh, te bufferen. Er komen ook best wel wat vragen ondertussen binnen over, over accu's en zo. Van, uh, wanneer kan toch maar flinke accu's leveren. Ja. Daar zijn jullie mee bezig. Maar je net zegt net zelf: de bewaarplaas is een beetje een accu. Ja. Maar ja, het is wel een item wat natuurlijk levert. Er is echt een behoefte aan, denk ik. Ja, en Op dit moment is het met de accu's ook. Uh, accu's, uh, daar wordt heel veel over gesproken. Nou, de aanschaf is hoog, uh, het rendement is laag. Uh, eigenlijk vooralsnog lager. De accu's zijn qua omvang misschien heel groot. Maar uh, als je ziet wat er dan opgeslagen kan worden, is dat eigenlijk uh, heel erg klein. Dus dan kun je eigenlijk maar een x aantal uren draaien. Ja, plus dat het verdienmodel vooralsnog uh, juist bij de netbe netbeheerders uh, ligt. Dus die willen juist uh, een accu uh, die neergezet wordt bij iemand op de erf. En die gaat eigenlijk buiten jouw hele eigen stroomaansluiting om. Zodat hun die accu kunnen gebruiken om hem eigenlijk vol te duwen op het moment dat ze de stroom graag kwijt willen. En weer leeg kunnen halen op het moment dat ze de stroom uhm, nodig hebben of kwijt. En dat is nu eigenlijk voor een boer dan ook rendabeler dan dat gebruiken om de ja, bewaring. <respiratie> op dit moment is dat wel het verdienmodel, ja. 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 Dus ja, dat, natuurlijk gaat die ontwikkeling verder. Dus dat gaan, we, dat gaan we meemaken. Maar dat is wel op dit moment de stand van zaken. Um, we komen hier straks ook nog wel even op terug. Um, we hebben ook gemeen nog eens een keer te bespreken van... Nou, wat, wat kost, uh, de, de, kost de bewaring nu qua stroom? Hè. Hebben mensen dat inzichtelijk? Uh, heb je, heb, weten mensen wat het kost, uh, de bewaring qua stromen? Heb je... Ja, een heel aantal wel. Uh, je bent, het is, in het geval van een nieuwbouw bijvoorbeeld, dan ga, je, dan ga je zulke dingen ook naast elkaar leggen. Ik, ik, ik herken bijvoorbeeld wel afgelopen anderhalf jaar is en de bouw, nou, dat zijn bekende redenen, is wat rustiger geweest. Uh, hoge rentekosten, bouwkosten waren ook flink gestegen. Ook vanwege oorlog, wat onder andere net genoemd is. Uh, dus de nieuwbouw was wat rustiger. Maar de, daaruit kwam wel dat de mensen die toch. Nou, positief saldo eind van het jaar uh, hadden of uh, nou, een investering wilden doen, dat we heel veel in bestaande schuren uh, ventilators vervangen hebben. En dan maak je dus eigenlijk het rekensommetje. Uh, ik weet eigenlijk niet of het op DIA staat nu, maar dat rekensommetje dat maken we dan heel vaak. Van wat is nou eigenlijk het verschil tussen een AC- en een EC-ventilator? Uh, en hoeveel stroom gaat dat besparen? En dan natuurlijk moet je een aantal aannames doen, welke stroomprijs hanteren we, hoeveel draaiuren. Uh, nou, het, het helpt wel mee dat we in onze tegenwoordig heel mooi terug kunnen zien van nou, wat. Hoeveel uren hebben we nou eigenlijk gedraaid de afgelopen jaren? Dat kunnen we in het plaatje denk ik, even laten zien. Uh, uh, wat er, hoe, hoe dat in de bewaring dan zit. Uh, misschien kun jij die ook wel even toelichten, Bart. Uh, wat, wat zien we hier in deze afbeelding? Uh, we zien hier de, de opbouw van de kosten gedurende het jaar. In de eerste, uh, gedurende het jaar, in de eerste kolom. Uh, tijdens het bewaren gaan we natuurlijk verschillende processen door. We beginnen uh, altijd met het drogen en mondhelen. Waar de ventilatoren veelal. al... Uh, 24 uur per dag draaien. Daarna komt het uh, inkoelproces waar je probeert uh, de, toren, uh, terug, uh, de uren terug te, uh, te krijgen. Afhankelijk van de vocht uh, hoeveelheid die je nog af moet voeren. En daarna komt uh, de grootste hoeveelheid van de kosten het bewaren zelf. Dat is natuurlijk ook altijd de langs, langste periode. Uh, we hebben hier een uh, voorbeeld genomen voor uh, 1000 ton aardappels voor acht maanden lang. Dan zit je ook echt in de langbewaarders met mechanische koeling. Wat een grote... Uh, Kosten uh, met zich meebrengt. Um, deze, deze kosten die zouden we met verschillende modules naar beneden kunnen brengen. Een van die modules die we daarvoor zouden kunnen gebruiken, is uh, weer en control. Wat weer en control eigenlijk doet, is uh, een afweging maken van de productkwaliteit, energieprijzen die, die wij erin stoppen, dat zijn als, gebaseerd op de oude. Nou, de oude werd manier van uh, vaste tarieven, hoge en laag tarieven mm -hmm. en uh, gewichtsverlies om zo een optimaal uh, sturing te maken. En daarnaast kijkt hij ook nog naar de weersverwachting. Daarom is er ook een naam weer en controle om zo de juiste momenten te kiezen en meer te kiezen voor ventileren met buitenlucht en minder met de duurere koeling. Dus dat is dan een kostengebaseerde regeling ook, zeg maar? Dat is een uh, kosten- en kwaliteitsgebaseerde regeling. Die uh, een, een reducering in de kosten uh, kan brengen van ongeveer 15%. procent. Ja, je ziet bij klanten die geen koeling hebben, zie je dat de temperatuur gewoon veel strakker blijft. Want als je het natuurlijk aankomen wanneer het wat warmer wordt in nachten. Nou, dat hebben we de afgelopen jaar al best wel vaak meegemaakt. Uh, en dat hij misschien een paar tiende jaar verder koelt... En dat daardoor ja, je, je, je temperatuur eigenlijk veel strakker blijft. Dus dan mag je eigenlijk zeggen dat, dat inderdaad dat, die, dat voordeel, financiële voordeel wat die staat, toch wel wat groter is dan alleen. Nou, puur voor het energieverbruik, dat klopt wat Bart zegt. Maar ik vind ook je productkwaliteit, die blijft uh, veel meer gehandhaafd. Het ja. ja. is gewoon een slimme module dus. Hartstikke slim, dan. <laughs> ja. Um, we hebben ook nog een, voordeel, een voorbeeldberekening met, uh, met een andere module, energiemanagement. Kun je daar iets over toelichten? Ja, energiemanagement kan eigenlijk twee... Uh... Zaken uh, proberen op te lossen op het bedrijf. De ene is de maximale stroompiek van het bedrijf uh, eruit halen. Dus als je een kleine aansluiting hebt, kun je toch een relatief grote bewaring uh, houden. Dus dan zorgt dat er niet te veel cellen tegelijk inschakelen. En het andere is dat hij gaat proberen te sturen om je eigen energie te, te gebruiken. Dus hij ziet, we sluit een, een, een kastje aan op je hoofd. Uh, hoofdaansluiting, dus wij zien als het moment dat de zonnepanelen bijvoorbeeld inschakelen of je wind, uh, windmolen gaat energie leveren, zien wij dat de stroom terug gaat lopen. Op dat moment zegt deze module, hé, hey, we zien dat er energie terugloopt, die energie is eigenlijk voor niks, dus we gaan per cel een beetje je bewaartemperatuur naar beneden brengen. Dus je gaat eigenlijk je producten inzetten als een accu om zo je eigen energie daarin te bufferen en uh, deze eigen goedkope energie op te slaan in, in je product. Ja, maar eigenlijk is dat ook nog een extra voordeel. Want uh, bijvoorbeeld, best wel veel klanten die nu een kleinverbruik aansluiting hebben. Uh, er, is nou, er zijn niet of nauwelijks mogelijkheden om te verzwaren. Uh, dus je zult toch met je 80 ampère bijvoorbeeld als, als zwaarste in klein kleinverbruik, dan. zul je het moeten redden. Nou, als je dan wel wil uitbreiden, je wil een cel bijmaken of uh, een schuur bouwen. Nou, dan gaat je verbruik omhoog, alleen uh, ja, je hebt niet meer mogelijkheden. En dan kan met zo'n energie, uh, energiemodule ertussen... Uh, heb je eigenlijk uh, nog wel weer iets meer mogelijkheden. Er was net een vraag, die, uh, die, die, die sluit hier wel bij aan. Die vroeg, iemand vroeg van wat is het kilowattuurverbruik... Um, bij een cel van 1000 ton bewaring? We hebben hem hier uitgerekend in geld, maar... Uh, kunnen we die ook terugzetten naar kilowattuur? Weet iemand dat? En dan is eigenlijk de vraag van het verschil mechanische koeling... Uh, uh, vergeleken met buitenlucht eerst, hoeveel ga je meer verbruiken als je mechanische koeling in, uh, inzet? Ah, ik denk dat je op 1000 ton 6 ventilators van 4 kW, dus dat is 24 kW aan ventilatorvermogen wat je nodig hebt. Uh, nou, een mechanische koeling zal uh, grofweg 25 kW vragen per uur uh, voor zo'n cel. En qua draaiuren dan? moet je dat dan nog mee rekenen zeker? Ja. Dus nou, naar de draaiuren kijkt voor, voor koeling, voor het inkoelen rekenen we meestal voor mechanische koeling dat die 8 uur per dag draait. Kun je, je kunt natuurlijk ook altijd met buitenlucht draaien. Daar rekenen we ongeveer twee uur per dag uh, voor. Als hij dan eenmaal op bewaartemperatuur is, ga je naar anderhalf uur tot één uur koelen met buitenlucht. Als het mm. mogelijk is met buitenlucht. En als je gaat uh, kijken naar de koeling, draai je dan zes uur per dag. Precies. Ja, dus dan, ja goed, het is heel erg lastig om het sommetje te maken, maar. Uh... Dat, daar kun je dan mee aan de gang. Dan vraagt, de vraag daarbij is ook nog condensdrogen. Ja, bij aardappels zetten we natuurlijk <tie> eigenlijk geen condensdrogen in. Uh, dit is dan een voorbeeldje met aardappels. Um, ja, voor uien is dat wel, maar kun je, weet je, kun je iets zeggen over stroomverbruik condensdrogen? Ja, dat is meer. Uh, kijk, je hebt ja, mechanische koeling en dan de aanvulling condensdrogen. Dus ja. inderdaad, wat je zegt, de vraag is van hoeveel ga je die condensdroogfunctie functie daadwerkelijk gebruiken bij de aardappels? Uh, voor uien? Nou ja, voor u denk ik dat je 2000 uren moet rekenen ongeveer wat je met ventilators normaal gesproken gaat draaien. Een lang bewaarseizoen. Ja. Een lang bewaarseizoen, een beetje 1500, 2000 uur. Nou, met condensdroog ga je misschien een helft of een derde van die uren uh, ga je met de koeling met de overpakken. En ik denk dat een draaiuur koeling, of koeling zeker En nogmaals die 25 kW is. En ik denk dat je anderzijds in het bewaren... Voor dezelfde tonnages, uh, ik denk de helft aan het verbruiken bent. Hè? Die 6 ventilators die op 80% draaien, ongeveer 12 uh, kilowatt. Dus ja, je bent. Uh, het telt wel op. Uh, nou ja, je, je verbruikt een keer zoveel stroom in dezelfde uren. Ja. Dat klopt. Maar goed, bij, als je stel dat je condensdroge installatie hebt en je gaat op 7 graden bewaren, heb je natuurlijk ook nog mogelijkheden om met buitenlucht iets te doen. Ja, ja die, uh, kijk, die installaties kijken altijd. Uh, zolang je met buitenlucht kan, geven ze dat altijd de voorkeur. Want dat is ook een veel goedkoper draaiuur uiteindelijk. Ja. Dus zolang dat kan, uh, pakt hij dat. En uh, nou, op het moment dat het niet gaat, dan gooit hij hem uh, over op de koeling. Ja, oké. Okay. Er is nog een vraag, uh, die kan jij misschien wel beantwoorden, Bart. Uh, wanneer kan het energiemanagementsysteem, kan het ook praten met een externe box... die weet wat de stroomprijzen zijn? Uh, daar hebben we nu al een mogelijkheid voor om dat, dat op te lossen. Ja. We kunnen in zoverre ermee praten dat als, het, als de prijzen duur zijn... maken we een koppeling met een, met een box bijvoorbeeld van... Uh, uh, van zo, van zo'n leverancier en die kan dan zeggen boven deze energieprijs gaan wij de hele installatie sperren. Uh, er wordt ook heel vaak, heel vaak de vraag gesteld wanneer gaan we ingrijpen dat we ook zeggen we gaan nou extra koelen. Mm -hmm. uh, die stap willen we nu nog niet maken omdat we heel erg op onze productkwaliteit uh, willen blijven handhaven. En het eerste ze willen onderzoeken als daar echt ook voordeel is want de productkwaliteit blijft altijd op één staan. Ja, ja, mensen vragen nu meer naar, de, mensen vragen meer naar kosten. In ja. Plat, ja, Dat is een beetje een strijd die. Uh, het is wel een die... keiharde sper die dat kastje doet. Ja. Hij kijkt ja. alleen maar naar prijs en verder doet hij niks. Nee. Maar goed, het kan nu wel. Als mensen zo'n kastje hebben, kan dat. Uh... Kan dat gekoppeld worden? Ja. Dat is een, simpele, een vrij simpele koppeling. En dan spert hij gewoon de bewaring op sommige momenten. Okay. Dat de prijzen te duur zijn. Ja. Oké, okay, denk ik dat we dat onderdeel kosten- en energieverbruik. Uh... Even afsluiten, dan gaan we door naar het volgende. Um, er zijn een aantal mogelijkheden natuurlijk om de, om de kosten te beperken. Um, ja, eerst bewustwording hoort erbij, maar ook de overheid die helpt uh, met een aantal uh, maatregelen. Uh, de EEA-regeling is uh, bij een heel aantal mensen wel bekend. En um, er zijn ook een, uh, ja, een aantal producten rondom bewaring die erop staan. Um, kan jij uitleggen hoe die regeling werkt, Paul, die EEA-regeling? Ja, dat nou uh, heet uh, helemaal uitgeschreven de Energie-Investeringsaftrekregeling. Uh, en dat is eigenlijk een soort belastingvoordeel. Dus je kunt, uh, hij is dit jaar is hij ietsjes verlaagd ten opzichte van vorig jaar. Hij is uh, nu op 40% gezet. Houdt eigenlijk in dat je, stel je zou een investering doen met onder andere energiezuinige ventilators daarin, uh, dan mag je de aanverwante onderdelen die daar ook onder vallen, hè, dus het schakelpaneel, de sensoren, uh, maar ook de besturingscomputer... en uh, de arbeid en de elektrische materialen daarvoor. Uh, die mag je eigenlijk van die investering uh, opvoeren. En daarvan mag je dus 40% uh, indienen. Nou, en die, uh, die 40% die dient eigenlijk als een, ja, als een belastingvoordeel. Dus hè, je, je, je winst eind van het jaar, uh, daar mag je dat bedrag van afhalen. En daar hoef je dan dus geen belasting over te betalen. Dus het is een, het is een hele mooie regeling, het is een mooie tegemoetkoming. Alleen je, je moet wel nog steeds eerst zelf betalen. En vervolgens krijg je het later. En je dus, moet winst maken. Anders en je dan, moet dan. winst maken, ja zeker. Ja, precies. Ja. Maar goed, dan, dan, dan krijg je dus eigenlijk 40% van het bedrag mag je aftrekken. Daar, stel dat je in de hoge tarieven zit, dan is dat daar weer ongeveer de helft van. Dat is dan je netto voordeel. Zeg maar. Ja, ja, maar dat is eigenlijk precies de reden. Dat we, wat ik net noemde, in die anderhalf jaar dat er weinig nieuwbouw was, zijn er heel veel, hebben er heel veel renovaties plaatsgevonden. En ook, ook de AJA is daar natuurlijk wezenlijk onderdeel van. Op het moment dat je toch een goed bedrijfsresultaat maakt, dan is dit een extra mooie investering. Zeker gezien die stroomprijs op dat moment. Ja. Um, Energiezuinige ventilatoren, zijn dat, kunnen alle ventilatoren opgevoerd worden? Of hoe, uh... Ja, je hebt dus de zogenoemde AC-EC uh, ventilatoren. ec ventilatoren dat zijn eigenlijk ventilatoren uh, die frequentie geregeld zijn. Dus die starten eigenlijk vanaf 0% op. Uh, die kun je eigenlijk tussen 0% en 100% uh, op ieder toerental instellen. Uh, Sommigen zullen misschien bij de AC-ventilatoren de welbekende terugslagkleppen onder de ventilatoren nog wel, uh, wel weten. Maar uh... nou, die zullen ze misschien wel hebben. Uh, die zitten er dus ook vaak niet meer onder, want die ventilatoren kunnen, ook al zitten ze in één cel, kunnen allemaal tegelijk uh, opstarten. Heeft een aantal voordelen, dat je dus uh, stroom gaat besparen in de eerste instantie. Nou, dat, dat scheelt eigenlijk gelijk al 20% vanwege de iets intelligentere aandrijving die die EC-motoren hebben. Uh, daarnaast heb je geen piekstromen, dus je, een ventilator van 4 kW, als je die opstart in een ster driehoek, dan zal die ook wel even naar 6, 7, misschien wel 8 kW gaan tijdens de opstart. Nou, als je helemaal op snelheid is, gaat die netjes die 4 kW verbruiken. Dat heb je dus eigenlijk met een EC-motor al niet. Uh, plus, als je een EC-motor op 80% gaat zetten, dan halveert ze het zijn stroomverbruik. En dat, is, dat, is, ja, dat is geen fabeltje, dat zijn echt metingen. Uh, ja, dat, dat scheelt enorm. Dus... Dat soort ventilatoren vallen hieronder, zeg maar. Ja, ja zeker. Ja. Um, energiezuinige ko koeling. Um, wat is de hoe is dat gedefinieerd? Wat is energiezuinig? Wat valt hieronder? Um, nou dat is ook deels een beetje een technisch uh, vraagstuk, maar het heeft er mee te doen dat de regelgeving omtrent koude middelen aan het veranderen is. Uh, er zijn een aantal uh, milieuvriendelijke koude middelen aangemerkt. Uh, een daarvan is propaan, die we zelf veel gebruiken, maar ook CO2 of een ammoniaksysteem uh, valt onder die regeling. En die, uh, ja, die worden dus, omdat het milieuvriendelijke koude middelen zijn, uh, is dat een extra stimulans en vallen ze ook onder de investeringsaftrek. En um, die kan er dan helemaal onder? Hoe, hoe werkt dat Hoe uh, qua geld? Ja, je zou het uh, in, de, in de lijst terug kunnen vinden ook. Uh, maar het heeft ermee van doen uh, met het compressorvermogen. Dus het compressorvermogen wordt vaak in uh, kilowatts uh, koelvermogen aangeduid. Uh, onder bepaalde condities, dat zijn condities die namens het... Uh, nou, die heeft het RVO gesteld. Onder die condities kun je zien wat dan het uh, presterend vermogen van die compressor is in kilowatts. Uh, laten we zeggen dat het een, in ieder geval een 80-kilowatt compressor... En daarvan mag je dan in geval van propaan 2000 euro per geïnstalleerd uh, kilo wat koelvermogen valt onder die regeling. Dus dat kan best wel, uh, dat is, is, is vaak wel een groot deel van de dat is installatie. een serieus bedrag. Ja, ja dat is echt wel een groot deel van de installatie. En daar wordt ook veel gebruik van gemaakt al, denk ik. Ja, kijk, de, 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 de vraag naar koeling is al jaren uh, stijgt die. Omdat er nog steeds heel veel vraag is naar kwalitatief uh, goed product aan het einde van het bewaarseizoen. Plus dat je ook met heel veel renovaties uh, zit, koelinstallaties van 20, 25 jaar die uh, die op een gegeven moment afgeschreven zijn, of uh, lekkage gehad hebben, of uh, te veel onderhoud vragen op jaarbasis, ja, dan is een, uh, ja, is een vervanging naar een milieuvriendelijk middel uh, in meerdere opzichten dan wel interessant. Oké. Okay. Dan staat er nog één uh, onderwerp op wat onder die regeling valt: uh, met een mooie zinnen droog- en verwarmingssysteem voor ventilatie, lucht in bewaarloodse, droge bewaarsysteem, warmtepomp. Um, wat valt daaronder? Nou, dat zijn de zogenoemde condensroogsystemen. Condensroog is denk ik een hele bekende term, inmiddels wel sinds een aantal jaren hier in Nederland. Uh, in het buitenland is dat wel wat eerder uh, en wat langer ook wel uh, toegepast in hele warme, exotische landen. Uh, wat je daarmee doet, is dat je dus naast de mechanische koeling eigenlijk ook een verwarmingsfunctie bij die koelinstallatie aanschaft. Daar hebben we een filmpje van om dat toe te lichten. Ja, je ziet dus. Uh, je hebt een aantal verschillende systemen. Dit is er een van en dit is een kant-en-klaar uh, klimaatunitsysteem. En je ziet hier de computer uh, naast de machine hangen. Het is een machine met alles, uh, met alle koeltechnische cool functies in één, ja, in één machine. Nou, wat hij hier uitlegt is dat we uh, aan het drogen zijn intern. En dat doet hij dus door middel van condensroog. Je ziet dat de koude lucht, in het blauw aangeduid, uh, door de verdamper heen gezogen wordt. Uh, op die plek wordt dus ook het vocht uh, afgevoerd. Dat vocht dat uh, belandt in de lekbak daaronder. Vervolgens, je ziet dat het luik ook dicht zit, gaat die lucht door het verwarmingsblok waar het opgewarmd wordt. Daar gaan we zo meteen naartoe. Nou, door die opwarming zorg je er dus eigenlijk voor dat je een product kunt drogen in plaats van dat je hem aan het inkoelen bent. En dat is vaak natuurlijk op een gegeven moment het nadeel, het kritische punt bij koeling: dat je niet meer verder kunt koelen, want dan wordt je product te koud. En op deze manier ben je dus constant vocht aan het, ja, eigenlijk aan het ontvochtigen. Nou, dat gaat in veel gevallen ook samen met een zogenoemd airbag systeem. Dus we trekken de, de warme lucht van buiten naar binnen toe en we zuigen dat weer terug naar de machines. Dat is eigenlijk een continu proces totdat je nou, je product of droog genoeg vindt of het op streef-RV is. Dus condensdroge warmtepomp is gewoon hetzelfde? Ja, het is eigenlijk een, een warmtepompsysteem. Wij noemen het in de, in de, in de praktijk vaak een condensdroog systeem. Maar met een warmtepompsysteem heb je. Ik denk, Bart, moet je me corrigeren als het niet zo eerst, maar dan kun je als toevoeging ook nog de echte buitenlucht opwarmen. En dat, heeft, ja, dat zijn weer extra functies in onze machines. En, en waarom valt het dan onder zo'n EEA-regeling? Nou, je kunt eigenlijk volledig van de fossiele brandstoffen af uh, voor het verwarmen. Dus je hebt geen propaangas meer nodig of, of eventueel diesel. Uh, je, kunt dus, uh, ja, je bent dus aan het drogen met kilowatts. Dus iedereen die een uitbewaring wil bouwen, moet eigenlijk. Nou, of dat moet, weet ik niet. Het is een manier. Uh, en het is wel een hele mooie manier, maar het kan ook tegelijk wel het kan een luxe manier zijn in sommige gevallen. Dus wil je, je uien niet zo lang bewaren uh, en ben je, nog, uh, ben je niet biologisch, nou, dan hoef je en niet zo koud te bewaren en niet zo lang. Nou, dan kun je je afvragen of het wel interessant is, want dan is het misschien uh, iets te luxe. Alleen uh, ben je van plan om een kistenbewaring te gaan bouwen? Uh, wil je, je uien lang kunnen bewaren, dus wil je, ze, wil je dat in combinatie met mechanische koeling gaan doen? Nou, dan is het zeker interessant om die afwerking te maken. Oké. Okay. Um, mocht u nog meer willen weten over deze systemen, dan uh, kunt u ook de folder downloaden, die nog um, te zien is naast deze in de chat. Dan um, zijn er ook wel al een aantal vragen binnengekomen over het gebruik maken van die negatieve elektriciteitsprijzen. We hebben het er ook al even over gehad. Um, in het volgende plaatje is een overzicht van um, het verloop van hoeveel van die negatieve. Uren, van die uren met negatieve prijzen die we de laatste jaren hebben gehad. Dan zie je dat ze flink toegenomen zijn in 2023. Hoe komt dat, Bart? Uh, hoe komt het dat het toegenomen is? Dat is vooral door het grote aandeel zon en wind... wat er de uh, afgelopen jaren bijgekomen is. En het grote verschil in vraag en aanbod. Want de prijs is natuurlijk altijd een samenkomst van, van vraag en aanbod. En... Uh, de verwachting is dat dit in de komende jaren nog steeds verder toe gaat nemen. Dus dat de verschillen, zoals je hier in deze grafiek kunt zien, elk jaar dat er meer negatieve uren komen. Uh, wel wat heel goed te zien is dat die negatieve uren vooral uh, zich laten zien in de, in, het, in de tijd dat er veel zon is dus april, mei, juni, juli, augustus. En in nou ja, de bewaarperiode dat het minder is. Er zijn dan die momenten ook wel negatieve uren, maar dat wordt dan voornamelijk veroorzaakt door storm of uh, heel veel wind in combinatie met zon nog in die periodes. En, uh, we hebben het over een ja, negatieve elektriciteitsprijs. Hoe, hoe hangt, daar hangt ook nog een waarde aan, denk ik dan? Uh, en dat is afhankelijk van... van? Van de hoeveelheid vraag en aanbod die er op dat moment is. Dus als er heel veel zon en heel veel wind is, dan is er heel veel aanbod. En dan kan, kunnen de energiemaatschappijen hun Energie niet kwijt en zal de prijs groot, heel erg negatief worden. Soms wel tot 20 cent uh, of meer. Maar het hoeft niet altijd zo te zijn dat het direct 20 uh, cent is. Het kan ook lager zijn. Het kan ook ja. vele malen lager ja. zijn. Goed, in de grafiek zie je wel dat, hè, dat uh, vanaf 2019, 2019 tot 2022 het heel dicht bij elkaar lag. En dat het in, uh, in 2023 enorm gestegen is. En, en de verwachting is dat dat doorzet. Die de verwachting is dat het doorzet, door de, dat er steeds meer energie, uh, de energieopwekking steeds meer over wordt genomen door duurzame energiebronnen. Dus, dus dat, dan is ook meteen de vraag van kunnen we daar iets mee in de bewaring uh, natuurlijk, hè, van actief aanzetten? Wat of, of levert dat dan op? Is er dan een verdienmodel? Uh... Ja, dat is inderdaad een veelgestelde vraag. En uh, uh, in die maanden, dat gaf je denk ik indirect wel aan, dan ligt er vaak geen product meer in de schuur. Uh, en in de zomermaanden, wanneer, wanneer die meeste negatieve uren zijn. Ja, dus uh, ik denk wel dat dat interessant kan zijn. Uh, hè, laat dat misschien ventilatie zijn of koeling. Uh, om dan wat te doen met je installatie. En ik denk dat, uh, dat wij daar de aangewezen partij voor zijn. Om daar uh, onze klanten uh, nou, toch iets meer in te, uh, ja, bij de hand te nemen. Van hoe kunnen we die rekensom nou maken? Want Bartje noemde net 20 cent. Nou, als het in veel gevallen 20 cent is, lijkt het mij interessant. Maar dat is meer dat is een onderbuikgevoel. Mm -hmm. Ja, we hebben wel een klein rekenvoorbeeldje. Als we uitgaan van, van 5 cent en we hebben hier staat het op 308 uur. Uh, dan gaan we even van het positiefste gevallen 308 uur uh, negatieve uren zijn. Een normale per, per ventilator uit, een normale ventilator van 4 kilowatt keer 300 uur. kom je op 1200 kilowattuur. Nou ja, maal die 5 cent kun je 60 euro per jaar per ventilator verdienen. Nou ja, dat is, dat is het bedrag wat je per ventilator ja. later kunt verdienen met het totale aantal negatieve uren. Er zullen ook een aantal van die negatieve uren in je bewaarperiode vallen. Door slimme instellingen te maken kun je meestal die negatieve uren al wel vangen. Goed, als je dus en veel vet hebt en nog een, een, een dikke mm -hmm. koeling, dan is er iets te halen. Dan is er zeker iets te halen. Dan zijn er uh, wel behoorlijke bedragen te verdienen ja. in die periode. Zijn er mensen die dat doen ook al? Uh, kom je dat tegen? Nou, de, nee, want of, tenminste, het gebeurt vast wel. Alleen niet uh, of niet bewust, of in ieder geval nog lang niet genoeg. Uh, omdat er toch wel een beetje vraag is naar de, uiteindelijk naar de software die dat voor ze kan doen. <coughs> of dat je zelf de parameters in kunt stellen. Hè, misschien al, uh, dat ze er wel naartoe willen dat het uh, min, minstens 5 cent moet opleveren. Ja, dus ja, is ja er is, de vraag is er wel degelijk. Alleen op dit moment is de, nou is het, zijn de systemen er nog niet helemaal aan toe ook, uh, nou, om de klant daarin volledig te ontzorgen. Dus gelukkig Bart hebben we jou als R&D-man uh, hier aan tafel. Uh, die vragen komen natuurlijk uh, vaker voorbij. Uh, ja, er wordt ontwikkeld. Wat, welke kant gaat het op met de bewaarcomputers? Nou, we zijn uh, bezig om een ontwikkeling te maken. Eigenlijk doorbordurend op de modules die we al behandeld hebben. Energiemanagement en weercontrole. Dat de bewaarcomputer eigenlijk het hart is van de energievoorziening van het bedrijf. En daarin neemt de, de bewaarcomputer. Er komt een, een model in. Dat een afweging gaat maken tussen de, enerzijds de productkwaliteit. Uh, daarnaast de verschillende energiebronnen en andere energieafnemers die op het bedrijf aanwezig zijn. Uh, Bronnen zo, dus mogelijk ook. Mogelijk ook accu's, uh, wind, wind, uh, windenergie, zonne-energie, maar ook andere grote afnemers, bijvoorbeeld sorteerinstallaties, uh, waterpompen in de zomer. Um, we maken een afweging van wat, wat de cel is, wat kan de cel. De weersverwachting leggen we ernaast, want, want buitenlucht is in onze ogen nog steeds altijd het goedkoopste. En uh, de extra input die we erbij in gaan doen zijn de energieprijzen. En ook dus de neg energie, negatieve energieprijzen. Uh, dus als die negatief zullen zijn, zal dat uh, resulteren in heel veel ventileren en uh, koelen op dat moment ook een kleine voorsprong nemen in in je bewaartemperatuur, dus iets kouder draaien en het zo verder uh, dus optimaliseren. De bewaarcomputer wordt meer kosten gedreven dan alleen uh, product, Ja, dreven. in de, in de traditionele ge, uh, bewaring is het alleen instellen van je temperatuur en, en rond een differentie regelen. En uh, in de toekomst zijn wij uh, aan het ontwikkelen dat wij ook meer naar vooruit gaan kijken. Wat gaat er gebeuren met die temperatuur, maar daarnaast ook wat is de verwachting in het weer en in je energieprijzen en de energiebehoeften om zo een optimale sturing uh, te krijgen. Dat wordt werk voor de customer service afdeling uh, om dat te begeleiden? Of, uh... Onder andere, maar ook voor ons het veld. Kijk, uh, dit is gewoon een uh, module waar heel veel vraag naar is. En natuurlijk is de stroomprijs iets genormaliseerd nu, dus het zal wel ietsjes, uh, de storm is wel iets gaan liggen in dat opzicht, maar uh, dit is wel een hele mooie manier om, uh, nou, om weer een volgende stap te maken in het bewaren. Dus jullie zijn niet druk mee, denk ik, op de afdeling. Dit is uh, een van de ontwikkelingen waar we heel, uh, heel druk mee bezig zijn om dit uit te denken en, uh, en te bekijken waar, uh, waar, waar de optimalisaties zitten. Oké, okay, dankjewel. We um, zijn eigenlijk door de voorbereide onderwerpen heen. We kunnen nog een paar vragen misschien beantwoorden. Um, een van de vragen is, kan een condensdroger de kachels bij uien volledig vervangen? Kun jij daar wat over zeggen, Paul? Is het of-of? Nee, ja, de antwoord is ja. Nou. Moet ik nog wat toelichten? <laughs> nee, zeker. Uh, dat hangt natuurlijk een beetje van het vermogen af. Uh, je rekent een bepaalde kachelcapaciteit uit in een schuur. Uh, daar is een formule voor. Uh, in veel gevallen uh, komt er dan koeling, zeker condensdrogen, in. Dan kijk je daar ook naar, dus wat de tonnages zijn. Dus Dan weet je ook het vermogen van de heaterblokken, dus van de verwarmingselementen die erin moeten komen. Dus die kan dat dan, die kan dat volledig vervangen. Ja. ja want, want een condensdroge installatie kan natuurlijk niet altijd alleen condensdrogen. Meestal kan een condensdroge installatie ook uh, gewoon de kachelfunctie overnemen, dat die alleen gaat opwarmen met buitenlucht. Juist. Of alleen het koelen. Een condensdroge installatie is een zeer complete koeling, waar je zowel mee kunt verwarmen, koelen als drogen. Dus je kunt ook buitenlucht opwarmen dan. Ja. ja. ja plus je hebt eigenlijk met die verwarmingsblokken nog een iets hoger rendement, want bij de verbranding van propaan. Er komt ook meer vocht vrij. Dan heb je met die verwarmingsblokken niet. Nee. Dan denkt iemand van ja toch aardappelbewaring, condensdroog en aardappelbewaring. Voegt het wat toe? Uh, nou, het voegt wel wat toe. Maar uh, of het helemaal de, de kosten- en batenverhaal uh, of dat het helemaal gaat opleveren. wat het zou moeten, dat is uh, wel even de vraag, denk ik. Ja, nou, In een jaar als dit, uh, als, je, als je slechte aardappels toevallig in een, de mogelijkheid hebt. om in een condensdroogcel te zetten, dan heb je geluk. Maar daarvoor aanschaffen ja. is technisch wel een ding. Maar nou, klopt, het is een, uh, in zekere zin een druk op de knop en dan, uh, dan ben je 24 uur aan het drogen. Uh, maar ik denk dat in het eerste blok ook wel aangegeven is dat er, uh, ook als de situatie uh, dermate kritisch is als afgelopen jaar, dat er uh, onwijs veel mogelijkheden zijn, ook op een, de traditionele manieren, om, uh, om het toch voor elkaar te krijgen. Er is nog een vraag. die uh, is voor jou, Bart, denk ik. Gaan jullie dan met de fishing op de onbalansmarkt of de of day ahead? Um. En is natuurlijk de onbalansmarkt is, is de kwartierprijzen. Die, die fluctueren heel snel. En de DAH gaat om uurprijzen die in 24 uur per, daarvoor afgegeven, uh, afgegeven zijn. Wij denken dat wij meer dan met de uurprijzen uh, kunnen doen. Omdat bewaren en koelen ook een zeer traag proces is. Als wij onze koelinstallaties aanzetten, voordat die op vol vermogen zijn en onze, uh, alles erbij is, duurt het soms al meer dan een kwartier. Dus het heeft niet altijd zin om op de kwartierprijzen te reageren. Zien er meer in om eerst de, uh, optimalisatie te doen op de uurprijzen. Oké. Okay. Nou goed, uh, dat, uh, dat gaan we dan zien wat voor mooi product dat wordt. Um, hiermee zijn we aan het eind gekomen van dit webinar. Um, ja, we hebben informatie gegeven over uh, praktische tips, uh, hoe we de rest van het bewaarseizoen afmaken. We hebben zaken besproken over energie, over kosten. Over uh, ja, wat voor productontwikkeling we, we mee bezig zijn. We hebben een heel aantal vragen beantwoord um, in, uh, in het webinar. Um, ik wil graag de collega's. Huub, Bob, Paul en Bart bedanken voor deelname. En mochten jullie meer informatie willen hebben, dan kun je contact opnemen met een bewaaradviseur in de buurt of via de website. Bedankt voor het kijken.